Hoi en welkom op kanaal. Vandaag heb ik weer een nieuwe tutorial voor jullie deze keer. Een wat ijzige look. Ik had zin om iets blauwigs te doen. Een beetje, ja, gewoon iets abstracts wat wel bij de winter past. Dus dit is het geworden. Dit lijkt nog super simpel, dus laten we snel beginnen. Ik start weer met een acrylnagel. Je kan deze keer overigens ook gewoon je natuurlijke nagels gebruiken. Want de basis wordt nagellak. Ik ga wel eerst eventjes liquid nail art tape aanbrengen. Je kan ook of je huid hierna schoonmaken met nagellak remover of plakband proberen te gebruiken. In ieder geval gaan we een ombre doen. Dus terwijl die liquid nail art tape droogt, laat dat eerst goed drogen voor je verder gaat. Ga ik eventjes twee kleuren nagellak in blauw op een spons doen. Ik vind zelf dat ruwere effect wat een keukenspons geeft wel gaaf. Als je een kleiner, fijner, weet je, meer smooth effect wil hebben, kan je beter een make-up spons gebruiken, maar hou er wel rekening mee dat die daarna niet meer schoon te krijgen is. Dus ja, gebruik er niet je favoriete dure beauty blender voor. Maar in ieder geval spons ik dat dus over de nagel heen. Je kan eerst ook één laagje van de lak enkel aanbrengen. Dat is op natuurlijke nagels waarschijnlijk wel aan te raden, want dan is het sterker. Op mijn acrylnagels vond ik twee lagen sponsen. Tussendoor laten drogen uiteraard. Wel genoeg om het dekkend te krijgen. De lakjes zijn trouwens van Essence. Ik zal alles wat ik gebruikte weer onder het filmpje neerzetten. Dan vervolgens, ik wacht altijd tot er een beetje gedroogd is de lak, haal ik de liquid nail art tape eraf. En dan mag dat verder drogen. Dan, tijd voor rhinestones. Ik ben voor een beetje ijzige rhinestones gegaan. Deze had ik volgens mij van Born Pretty Store, maar ik weet het niet zeker meer. In ieder geval kan je ook op eBay genoeg rhinestones en alles vinden ook. Ik gebruik topcoat om ze mee op te plakken. En geloof het of niet, deze zijn serieus 2 weken blijven zitten. Als je me volgt op Instagram, ik heb het volgens mij zelfs in mijn stories gedeeld. 2 weken lang. Bizar, had ik niet verwacht. Ze waren echt serieus gewoon en ik werk met mijn handen, dus ja. In ieder geval stevige topcoat dus, klaarblijkelijk. Maar 3 stuks in ieder geval. In het midden van mijn nagel. Ik probeer ze in een zo recht mogelijke lijn te krijgen. En dan tijd voor wat extra detail, de cracks in het ijs. Daarvoor heb ik zelf acrylverf gebruikt. Je kan ook een witte nagellak en een striperkwast gebruiken. Maar acrylverf is makkelijker uit de striperkwast te wassen na afloop. Dus ik ben voor de acrylverf gegaan. Ik vind het ook zelf ietsje makkelijker om mee te werken. Een beetje kriebelige lijntjes vanuit de rhinestones. En dat is eigenlijk het hele idee. Dan weer even wachten tot de hele boel droog is. En dan is het tijd voor de finale laag topcoat. Die heb ik ook heel goed tussen de rhinestones aangebracht. Daardoor zijn ze misschien ook zo lang blijven zitten. Niet overheen, want ik wilde ze niet verpesten. Ja. Dit is trouwens een topcoat met zilveren flakies erin. Voor een nog meer ijzer effect. En vergeet niet de randen van de nagel ook goed mee te pakken. Ja, en dan zijn we eigenlijk al helemaal klaar. En dan hebben we het uiteindelijke resultaat. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om dit filmpje te kijken. Als je het leuk vond, klik dan alsjeblieft op de like-button. Dat zou me heel erg helpen. En als je meer wil zien, dan kan je altijd abonneren op mijn kanaal. Ik doe voornamelijk make-up tutorials. Voor nu in ieder geval heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie verder een hele fijne dag hebben. En hopelijk tot de volgende keer. Doei!